Goedendag, dit is het nieuws van 25 november 2020. Eerst het corona-overzicht. Landelijk is het aantal besmettingen opgelopen naar 4947. In de regio zijn door het RIVM de volgende besmettingen waargenomen. Wij gaan te kaart met daarop uw eigen gemeente. Wassenaar 8 personen, Den Haag 149, Rijswijk 17, Westland 83, Zoetermeer 49, Leidschendam-Voorburg 24, Pijnakken-Noordorp 16, Delft 29 en Midden-Delfland 14. Totaal zijn er 391 mensen positief getest. Dat zijn er 112 meer dan gisteren. Het Westland blijft relatief hoog scoren. En het risiconiveau in onze hele regio blijft zeer ernstig. En wij blijven u ook aanmoedigen. Houd afstand, blijf binnen, handen wassen en bij klachten laat u zich testen. U belt daarvoor 0800 1202. Voor Orange the World, de internationale campagne tegen vrouwengeweld, wordt dit jaar niet alleen het Haagse stadhuis, maar ook stadsdeelkantoor Eskamp, de centrale bibliotheek, het provinciehuis, de Grote Marktstraat, het paard en het korenhuis oranje verlicht. Burgemeester Jan van Zanen ondertekent het UN-manifest Safe Streets. Dit manifest roept overheden op straatintimidatie aan te pakken. Onderzoeken in een aantal Nederlandse steden toonden aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad met intimidatie of geweld in het openbaar. Westlander Ricardo van der Ende is kampioen geworden in het Franse GT4 autoracen. In de ene hoogste klasse in de GT-racerij was het tot het einde toe een hevige strijd. In de laatste wedstrijd op het Franse Formule 1 circuit Paul Ricard was van der Ende de sterkste op de baan. Door het binnenhalen van deze titel ziet het er ook voor volgend jaar goed uit voor van der Ende. Den Haag gaat een eregalerij voor zorgmedewerkers maken. Zorgmedewerkers die in Den Haag werken of wonen, wordt opgeroepen om een foto van zichzelf op te sturen. Het liefst op de werkplek. Alle verzamelde foto's van de zorgmedewerkers worden gepubliceerd in een speciale editie van de Stadskrant die op 23 december verschijnt. Aan alle strandtenthouders die hebben aangegeven dit jaar te willen overwinteren, heeft het Hoogheemraadschap Delfland een vergunning afgegeven. Langs de Delftlandse kust gaat het in totaal om 69 overwinteraars. De reden voor dit eenmalig overwinteren zijn de gederfde inkomsten door de coronacrisis. Doordat men hun strandtent niet hoeft af te breken, besparen de ondernemers op de kosten. Tot zover het journaal voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's van bijzondere gebeurtenissen? Stuur ze naar redactie@regionieuws.tv. U kunt natuurlijk ook de app downloaden of u kijkt dagelijks naar Regio TV Info Thuis.